Welkom terug bij Harry Potter. We zitten hier opgesloten, dus we moeten een manier zien te vinden om terug te komen. En gelukkig te pukkig hebben wij nu geleerd hoe we drankjes moeten maken. Dus gaan we lekker drankjes maken, want ja, drankjes zorgen ervoor dat we lekker geen pijn meer hebben. En ja, wie wil er nou pijn hebben terwijl je ook geen pijn kan hebben, toch? Hoppakee, kijk, dat gaat goed hier. Harry is daar goed in. Oeh, Harry, wat doe je nu nog? Oh, niet zo goed blijkbaar. Perfect! Oh, daar zit sowieso minimaal 30% in, hè. Minimaal! Yes. Ik ben Harry, ik mag dat gewoon. Ons litteken is weer helemaal vol. We hebben er helemaal geen last meer van. Wat raar is, want eigenlijk als die vol is, heb je er toch veel last van, lijkt mij. Maar nou niet uit! Wat de hel ben je? Het is Wee Potter! Thieves, die ballen. Je ziet eruit als het sperma van hij die niet genoemd mag worden, volgens mij. Oh, ik ben lelijk, ja. Ik kom tenminste niet dat hij die niet genoemd mag worden. Zijn pili. Zijn slangetje. Zijn slitterbeer. Ik heb een mooie zak. Bedankt voor die... bedankt voor het compliment, malhoofd. Ik blijf het geweldig vinden hoe de karakters in dit spel uitzien. Is gewoon heerlijk, man. Hoe verzeer je dit? Prachtig dit. Prachtig, oké. Nou, dat is een deur. En er zijn, zo te zien, ook dingetjes waarop we kunnen springen. Nou, dan gaan we eerst hier lekker even door de deur heen. Oeh, kijk uit, er zijn vleermuizen. Oh. Nog meer dingen waar we op kunnen springen. Oké, nou ja, dan gaan we daar lekker nog even niet op springen. Want we hebben blijkbaar 3 miljoen kanten op te gaan. Dan gaan we eerst de meest logische kant. Oh, een kikker! Ah, oh, daar heb ik niks aan. Ik heb net een mooi drankje gemaakt. Een heel mooi, lekker drankje. Ze hebben geen chocolade kikker meer nodig. Nou, dan gaan we maar gewoon door de deur heen, hè. Ik bedoel, waarom zou je niet gewoon overal naar binnen naar buiten gaan? Wat kan er fout? Gaan we dus hier beneden. Een flipendo-blok. Oké. En... oh, wat krijgen we nu? Ik heb zo gevoel dat ik daar niet langs kan, of wel? Oké, bedankt. Oh! Wow, oké. Is glad. Wow, oké. Dit is hartstikke glad hier. Oh. Dat is het nadeel van een raceauto te zijn. Op een bepaald moment kan je niet goed remmen. Dat is een nadeel. Maar je bent wel super snel. Mooi druppeltje op het gezicht. Oké. Hier gaan we dan naar. Oké. Oh. Kijk, we hebben de gele. Flippendo! Oh, wat een grote oog. Ja, er is, dus die deur is afgesloten op een magische manier. Een griezelig, donkere, magische manier. Woop! Dus ik heb het gevoel dat een of andere meneer of mevrouw, ga niet seksistisch doen, want ook vrouwen kunnen slecht zijn, jazeker. Die wil zo dat Harry niet zo goed meer leeft. En Harry denkt bij zichzelf, oh, vuur! Oké. Harry denkt zo van, nou, dat gaat mooi dus niet gebeuren. Ik ga mooi wel overleven, want ik ben Harry Potter, hallo. Een mooi boekje, nou ja, dat is leuk. We hebben momenteel niet zoveel aan. Kunnen we dat ook daar? Kunnen we daar gewoon naar boven springen? Ik neem aan van niet, hè? Nope. Oké, dan niet. Nou, dan gaan we maar weer klimmen dan. Okidokie. Hopsakee. Dus ja, er is een of ander donker, duister wezen hier. Die ons al 2 keer of 3 keer probeert door te maken. Nu heeft die klootzak, die balhaar dat het is, heeft ervoor gezorgd dat we dus vast komen te zitten. Ik vind me dat even niet fijn. Dus ik ga er gewoon voor zorgen dat die donkere, duistere meneer of mevrouw het gewoon niet voor elkaar krijgt om mij dood te maken. Want ik ben hij die niet genoemd mag worden. Hops, ik ben hij die wel genoemd mag worden. Namelijk de beste tovenaar in de hele wereld. Oh, zag je die sprong? Is hier nou echt niks? Zie je? Interessant. Dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat er wel wat was. Maar dat was dus niet het geval. Oké?
Sorry. Ik kan wel klimmen, joh. Hop. Dan gaan we even iets door de deur heen. Eens even kijken wat voor lap staat te doen is. Nee, 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 nee. Hoop dat de pief er niet is. Met zijn malle kop. Ik hoor iets glimlachen. Dat is een boek. Ah, dat is dus waar we net waren. Aha. Ja. Ja, lach maar, oogbal. Ik lach het laatste. Oeh, 10 puntjes. 10 puntjes voor gevonden in totaal al, hè. Dus we gaan uiteindelijk 20 punten onszelf toe-eigenen. Nou, als het toch iets leuk is, is het wel 20 punten jezelf toe-eigenen, hoor. Hopse flatsekie dat. Waar gaan we heen? Hop, kijk uit, Harry. Uitkijken. Dat is de stem van Emily. Dat is niet uitkijken, dat is uitkijken. Met je malle kop. Oké, okay, waar zijn we nu geweest? Daar komen we vandaan. Nee, wacht. Tot deze deur ben ik al geweest. Oké, dus daar. Oké, we moeten de andere kant op gaan. Hé, ik weet ook niet waar ik ben. Kom op, hè. Alsof ik door heb wat ik aan het doen ben. Hoppakee. Hoppakee. Was daar iets hieronder eigenlijk iets? Nope. Oké. Okay. Oh, niet uitglijden, Harry. Daar breek je je nek nog. Dat is precies wat die donkere, duistere meneer of mevrouw wil. En dan wil ik helemaal niet naar die dan. Wow. Geweldige sprong van de heer Potter. En hij maakt er nog één. Oeh. 10 punten. Hoppakee. Oh. Dat zag ik niet aankomen. Dat zag ik niet aankomen. Oké. Ja, die malle pief. Hè. Die denkt zo. Zo'n rotkop. En spring maar. Wat een prachtige sprong van de heer Potter. Oké. Okay. Oeps. Oké, okay, een lekker groen smackje erbij. Is dat een vijandelijk? Is dat nou een vijandelijk? Is dat nou vijandelijk? Jop, yep, dat is vijandelijk. Zeker te weten. Maar dat maakt niet uit. Kom maar op. Boom. Of ik doe geen damage meer, of ik moet het dus volledig chargen. Zo is het. Boom! Dat deed helemaal niks. Dus ik kan het niet meer doodmaken, wil je zeggen? Of moet ik het nog gewoon nog een keer? Of heeft hij gewoon gigantisch veel Harry Potters? Boom! Verdorie nog aan toe, hè? Vervelend rotventje dat je bent. En flippendo! Kijk eens aan. Uiteindelijk is hij toch nog gestorven. Wat fijn. Hey, wat leuk. Nou, dan gaan we hier maar eens eventjes heen. Kijk wat hier voor leuks te doen is. Oeh, even uitkijken, Harry. Hop! Zou je weer naar beneden vallen? Nee. Oh, ik ga naar beneden. Dat is niet de bedoeling, hè. Maar blijkbaar gaan we wel naar beneden vallen. Oké, okay, top. Ook goed. Wat jij wilt, spel. En Fluphendo! Oké. Okay. Blijkbaar kunnen we hem dus alleen raken wanneer hij actief is. Nu boom, kijk hè. En flippen. Oh, perfect. Prachtig. Geweldig. Lekker smekjes erbij. Oké, hoe komt Daniel nu? Oh, tuurlijk. Tuurlijk, te puurlijk. We gaan hierop klimmen. En dan springen we eventjes hierheen. Wat een ongelooflijk lastige sprong is dat. Dan springen we hierop. En dan gaat hij naar boven zeker. Ja, ik word duizelig. Oh, niet tegen het plafond aangaan, hè. Dat is gevaarlijk. Dan breekt dadelijk mijn hoofdje nog wel. Oké. Okay. Oh, kom maar op, hè. Boom! In je bakkes. Kijk uit, hè. Dit is normaal. Dadelijk zie ik je piel nog. Kom op. Zag je hoe die er ging liggen? Wat ongehoord dit. Kom op, hè. Ik ben Harry Potter. Jongen, jongen, ik ben 11 of zo. Kom op, normaal. Oeh, heel veel kikkers. En hoppakee, kijk eens aan, dat vieze oogbal ding is ook weg. Gadver. Vies. Vieze oogjes. Ik raak ze allemaal aan, ze oogbal. En dan vinden ze niet zo fijn op zich. Maakt maar niet uit. Kan ik? Lukt me dat? Oop. Top. Gelukkig ging hij niet dood, dat vond ik op zich wel fijn. Dat is op zich wel een voordeel als je zo niet zo 1, 2, 3 dood gaat. Ja,
maken we een gigantische sprong. Boom! Hoppakee, perfect. Dan hebben we nog één oogbal kapot te maken. Gewoon op te plassen. Ze gewoon weggaan voor die vervelende deur. Ja, hierheen blijkbaar. En dan kunnen we gewoon lekker door de deur heen gaan, hopelijk. Er zat wel nog een slot op en we hebben Alohomora wel van gehoord. Ron kan dat namelijk, maar Harry heeft dat nog niet geleerd. Dus hopelijk kunnen we in ieder geval wel door die deur heen komen. Dat zou ik nou prettig vinden. Kom al op, ridder. Boom! Ja, je bent een ridder van niets, jij. Pats! Ridder van de dode tafel misschien. Jongen. Helemaal niks waard is. Dat lijkt wel Ron. Jongen. Helemaal niks waard. Maar goed, Ron heeft ook wel een excuus, hè. Vanwege Snape kan hij niks aan doen. Hij heeft gewoon een beetje mentale probleempjes. Kan hij niks aan doen, weet je. Daar heeft hij nog een pass voor. Maar deze ridder, helemaal geen pass. Die is gewoon... weggooi. Afval. Pief, hou je back. Je lijkt helemaal niet wel. Eet dan het rotkind dat je bent. En boom! De laatste oog is ook weer weg. Super veel punten voor Gryffindor. Er zit wel nog meer oogballen, wat? Oh, die gaan niet weg. Oké. Ik kan net zeggen, wat krijgen we nu? Oh, dat was Pief niet. Ik dacht dat die oogballen waren aan het giechelen. Hoe kan dat nou? Hoe kan een oogbal nou giechelen? Die hebben geen mond. Of überhaupt openingen waardoor ze kunnen iets van geluid kunnen maken. Ze kunnen wel doen als je er tegenaan zit met een naald te zitten breken, bijvoorbeeld. Tja. Even kijken. Dan gaan we een hele terug... Oké. Goed zo. Dan gaan we een hele terugreis maken. En dan gaan we zeggen van... Hey, hallo Henkie, bedankt voor de... Oké, Harry. Harry, wat doe je nou? Spring goed. Goed zo, goed gedaan, hè. Ik ben trots op je, jongen. Helemaal trots. Ik heb het goed gedaan. Oh, dan wordt het de sprong weer. Oh, er is een afgrond hier. Een donkere, zwarte afgrond. Ah, gevaarlijk. Ah. Oh, wow. Woe. Harry, wat doe je nu? Wat doe je nu? Gewoon overheen springen. Oh. Oké. Woe. Dat is niet veilig hier. Waarom bestaat deze kerker? Wat niet normaal, man. Deze kerker hoort niet te bestaan. Het is gewoon onveilig. Hartstikke onveilig dit. Niet normaal. Nee, Harry, dat wilde ik niet doen. Wee! Oh, dat wilde ik ook niet doen. Door de deur. Hoppa. We hoeven geen eens een drankje te maken. Waarom knettert dit hier zo erg? Nee, even serieus. Waarom knettert dit hier zo erg? Ik heb geen idee waarom het zo aan het knetteren is. Wie is er een lekker worstje aan het maken? Een lekkere hamburger. Een hotdog. Of is dat water? Wat? Ik dacht dat is dus hier, maar dat is dus niet het geval. Wat was dat voor geluid? Dat was laatst ook met, hoe heet die vrouw? Hoog of zoiets? Ja, die was ook een verlaat. Ja, heb ik goed gedaan. Ja. Lijkt wel niet nodig of het heel makkelijk weg te halen is. Oh nee! Oh. Ja, en die is niet... nee, daar heb je geen blij aan. Zeker ze weten niet. Oké, bedankt voor die informatie, joh. Alleen zit ik nog steeds een beetje vast hier. Er is nu wel een deur. Maar ja... Waar leidt die deur naartoe? Ik heb geen idee. Zullen we eens even kijken. Eens even een kijkje doen. Hallo. Waar ben ik nu beland? Lekker. Even serieus, waar zijn we beland? Oh, we zijn nu hier. Aha, ik wist wel dat we hier ooit een keer zouden aankomen, dacht ik. Perfect. En dan moet ik hierin gaan om terug te gaan naar het kasteel. We moeten wel nog even bij Fred en George langs, want ik heb... Geloof ik genoeg paarse oorsmeersnoepjes? Denk ik, iets in de trend. Gaan we eens eventjes op bezoek naar Fred en George, die ergens buiten waren. Dus gaan we ze eventjes opzoeken. Ik ga wel eens zeggen. Kijken wat er achter die mevrouw, die ubergeile madame, daar.
schilderij zit. Ik ben wel benieuwd, moet ik hem eerlijk te zijn, ben ik best wel benieuwd. Oh, nu ben ik hier. Oh, Amelie! Wat ga jij doen? Waarom was die op slot? Dat weet ik niet. Oké, nou, we moeten dus daarheen gaan voor de les. Ik ben Henri. Fuck de les. Weet je, ik ben belangrijker dan de les. Alles wat ik moet doen, de les moet maar eventjes wachten. Ik ben Harry Potter. Ik heb hij die niet genoeg mag worden verslagen. Toen nog een kleine baby Potter was. Dus ik denk dat die les wel heel eventjes op mij kan wachten. Kom op jongens. Ik zou niet eens ooit nog les hoeven te hebben of ooit hoeven te werken. Ik vind dat ik gewoon miljoenen moet verdienen. Dankzij dat ik dat heb gedaan. Maar hij... Jawel. Nope, oké. Nou ja, dan niet. Nou, dan mogen jullie ook wel stikken in jullie beans. Bleh! Vieze ventjes, hè. Ik heb er minimaal 2000. Maar nee hoor, dat is niet genoeg. Voor de heer Fred en de heer van George. Echt, hè. Stelletje afzetters dat het zijn. Ik doe je werk. En ik werk hier uren voor. Misschien een paar minuten. En ik heb ze gevonden. En ik denk, ik geef ze. Nee, niet genoeg. Niet genoeg. Nee, nou, dan niet, hè. Dan ga ik ze ook niet aan jullie geven. Pah. Stelletje nerd. Met jullie beans en all flavors. Die ga ik wel gewoon naar de les toe, hè. Als jullie het zo willen hebben. Hallo mevrouw professor McGonagall. Amberling. Met je hoofd. Met de knotje. Oeh, wat is hier nou aan het handje? Wat gaan we doen? Ik hoop niet dat dit... Oké, dit is gewoon een normale kamer. Ik dacht misschien is dit de kamer van hoge nood, maar gelukkig was dat het niet. Wie zijn dat? Zijn het Fred en George? Fredje, George. Hallo. Come to sample the rare delights of the upper castle, eh? Just watch out for Filch and his cat, Mrs. Norris. Ugh, anyway, Filch. We'll trade the velvet is dat. Met zijn kat, waar hij sowieso al mee doet. Flavor beans? Chili powder. Not just blazes. Blazed! Oké, nou ja, die mogen jullie dus best hebben als ik het genoeg vind. Zo niet, nou ja, dan is dat niet mijn probleem. Gaan we lekker door de deur toe. We kunnen uitkijken voor Filch en zijn kat, maar we kunnen ook zeggen, ik heb helaas, ik moet hier zijn, hè? Hallo. Jongen, gemene mensen hier. Oh, ze moeten links, rechts, whatever. En hoppakee. Oh, kijk uit, nee. Nou, dat is dan het einde van dit. Oké, we zijn te laat. Misschien gaat Anderling wel een beetje boos worden, maar ja, dat is niet mijn probleem. Als hij er niet freaking houdt dat op de grond valt wanneer er opstaat, wanneer je al gigantisch veel moet springen. Als je dat nou eens niet voor die les neerzet en gewoon zegt van, hey Harry, zullen we eens even niet moeilijk doen en hier heb je gewoon zeg maar dat je de les naar binnen kan komen, dan is dat een stuk. Oh, ik ben op tijd! Oh, professor Anderling, kijk, ik ben de beste leerling ooit. Sorry dat ik tegen je gezicht aanspond. Harry, we're about to start the transfiguration lesson. Waarom praat dat ding tegen mij? Wat gaan we doen? Is the most complex and dangerous magic you'll learn at Hogwarts. Waarom krijgen we dat dan in ons eerste jaar? Anyone messing around in my class will leave and not come back. You have been warned. Okay, Ron, hè? Watch my wand move around the screen and press the symbol button it points to. Okay. Complete each sequence 3 times to learn the transfiguration spell. Avivors. Okie dokie. Get ready. Get ready? Oh, ja, That was good. Dankjewel. Ik heb hier erg mijn best op gedaan. Excellent. Wow, ik ben echt de beste leerling ooit. Holy moly. Heilige moly. Good. Now try and nog een keer? Poeh. Oké, wat moeten we doen? Oh. Keep trying, dat was perfect. Wat krijgen we nou? Ik heb niks gemist. Heb ik wat gemist? That was good. Oh, ik had die bovenste gemist. Oeps. Whoopsie. Nou, pardon mijn excuses, mevrouw Anderling. Maar ik ben een trut. Een gigantische trut. Perfect. Met je hoofd. Met je mond. Met je bril. Met je hoofd. Let's keep going. Nog een keer.
Jongen, wat krijgen we nou? Gevaarlijk dit. Ik snap nu waarom ze zegt dat het de lastigste magie is die er is. Want ik kan me niet meer herinneren wat ik nou net gedaan aan het doen was. Welke les zijn we aan het doen? Behandeling. Oké, kijk. Knopjes. Oeh, kan op knopjes duwen. Perfect. Wauw. Dat is toch minimaal 5 punten voor Gifu waard, mevrouw Andering. Well done, class. Now let's put the spell into practice. Alweer, ik? Ja, er zijn ook andere leerlingen in deze klas, hoor, mevrouw Andering. Jongen. Ik weet dat jullie de beste van de best aan het werk willen zien. First use your wand to cast a transfiguration spell on the statue. Okay. Now hit your symbol button at the right time. Oh, krijgen we die onzin weer. Let's see if you can transform this statue and perhaps you'll find a way to reach the doorway. Oh, kunnen we een draak zijn? Mevrouw Andering, wat een eerlijk is. Avivors! Wow, dat was een stuk gemakkelijker dan de andere. Moet ik eerlijk zeggen. Oh, we zijn nu een vogel. Ik dacht dat het een draak zou zijn. Well done, Mr. Potter. Maar het gaat gewoon weg. Oh, jammer. To Gryffindor. Now use the floating table to leave the class. Dus moet ik weer uit... Kijk, mevrouw Andering. Ik snap het. U bent oud, u heeft rare botjes, maar... Van ik het over. Oké, dan niet. Nou, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Ik wens jullie een fijne dag toe en hoop jullie terug te zien in de volgende aflevering van Harry Potter. Laters.